jullie weer kijken naar een filmpje met je Frikst. Vandaag gaan we een spelletje doen met de winterwoorden. Hier heb ik ze neergelegd, alle winterwoorden. En we gaan ze in stukken verdelen. Dat doen we op school ook wel eens. Dat weet je wel, dan klappen we ze. Hier heb ik de cijfers neergelegd. Dit is de 1 en de 2 en de 3 en de 4. We gaan eerst de woorden klappen. Ik zal eens even kijken. Wat heb ik hier? Dit is een schaats. We gaan klappen het woord schaats. Daar gaat hij. Schaats. Goed zo. Die doet wel mee, hè? Doe het nog maar een keer. Schaats. Goed zo. Dat is één woordstukje. Dan leg ik hem bij de 1. En dan gaan we naar de volgende. Dit is een winterjas. Kunnen we die klappen? Daar gaan we. Met z'n allen, hè? Daar gaat hij. Winterjas. Oh, nu deden jullie goed mee. Gaan we het nog een keer met de vingers doen. Winterjas. Hoeveel stukjes? Ik hoor het je zeggen. 3. Dan moet ik hem bij de 3 leggen. Dan gaan we naar de volgende. Wat is dit? Een sneeuwpop. Goed zo. Sneeuwpop gaan we klappen. Sneeuwpop. Goed zo. Nu met de vingers. Sneeuwpop. Dat zijn er. Juist. 2. Dan leg ik hem bij de 2. De volgende. Wat is dit? Ik hoor het je zeggen. Een sjaal. We gaan sjaal klappen. Sjaal. Hoeveel stukken? Sjaal. 1. Dan leg ik hem weer bij de 1. De sjaal bij de 1. Wat is dit? Iglo. Iglo van sneeuw gemaakt. Zie je dat? Iglo. We gaan hem klappen. Daar gaat hij. Iglo. Met de vingers. Iglo. Hoeveel stukken? Dan moet hij in het rijtje bij de 2. Daar liggen er nu 2. Dan ga ik naar deze. Kijk eens goed. Dat is voor de vogels, hè? Een, goed zo, vogelhuisje. Oei, dat zijn veel stukken. We gaan hem klappen. Doe je mee? Vogelhuisje. Wauw, dat zijn er best veel. Nu met de vingers. Vogelhuisje. Het zijn er. Goed zo, 4. Hij hoort in het rijtje met de 4. De volgende. Een sneeuwvlok. We gaan het woord sneeuwvlok klappen. Doe maar mee. Sneeuwvlok. Sneeuwvlok. Het zijn er. 2. In het rijtje bij de 2. Dit zet je op je hoofd als het koud is. Het heet een muts. We gaan muts klappen. Muts. 1. In het rijtje bij de 1. Ah. Vogel. We gaan vogel klappen. Vogel. Dat zijn er. Vogel. 2. In het rijtje bij de 2. Nou, je kunt al zien, hè, welk rijtje het langst is. Het rijtje van de... Deze, hè. Van de 2. We gaan naar de volgende. Dit is een handschoen. Daar kun je al je vingers in doen. Handschoen. We gaan hem klappen. Doe maar mee. Handschoen. Handschoen. Ook in het rijtje van de 2. Dat rijtje van de 2 wordt heel lang. We gaan naar de volgende. Ah, dit gebruik je ook in de winter. Daar kun je op zitten en daar kun je lekker op sleeën. Het is een slee. We gaan het woord slee klappen. Slee. Dat is maar 1. 1 woord. Stukje. Het hoort bij het rijtje van de 1. Dit is geen handschoen. Nee, het is een wand. Kijk, de handschoen, die ziet er zo uit. Daar kun je al je vingers in doen. Handschoen. Wand.
Handschoen hadden we al gehad. Nu gaan we wand klappen. Wand. Het hoort in het rijtje met de één woordstuk. Oei, wat zie ik nu? Het rijtje van de 1 en het rijtje van de 2 hebben evenveel. Zie je dat? Precies evenveel. Het rijtje van de 3 heeft nog maar 1. En het rijtje van de 4 heeft ook maar 1. We gaan gewoon verder. Wat zijn dit? Oorwarmers. Heel goed. Die gaan we klappen. Daar gaat hij. Oorwarmers. Nu met de vingers. Oorwarmers. Hoeveel stukjes? In het rijtje bij de? Ja, bij de 3. Gelukkig, de 3 heeft er ook weer een. Dan gaan we naar deze. Oei, dit jongetje heeft het heel koud. Hij moet gauw een jas aan doen, hè? We gaan koud klappen. Koud. In het rijtje bij de 1. Waar zijn nu de meeste plaatjes? Kun je het zien? Ja, in het rijtje van de 1. Ik hoor je het zeggen. Er zijn nog 2 over. In de winter heb je wel eens sneeuw. Hier komt sneeuw uit deze wolk. We gaan het woord sneeuw klappen. Daar gaat hij. Sneeuw. Ook in het rijtje bij de 1. Sneeuw. Oei, 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 je past er bijna niet meer bij. Beetje opschuiven. Dan kunnen ze er allemaal bij. Ja. Nu ligt er nog 1 woordje. Het is een egeltje. En het egeltje doet in de winter een winterslaap. Ja, het staat er. Winterslaap. Dan gaan we winterslaap klappen. Winterslaap. Nu met vingers. Winterslaap. Dat zijn er 3 in het rijtje van de 3. Nou, je kunt wel zien welk rijtje er gewonnen heeft, hè? Het rijtje van de 1. En welk rijtje heeft het minste? Dat is het rijtje van de 4. Er zit er maar 1 in. Vogelhuisje. Dat zijn er 4. Jullie hebben heel goed meegedaan. Super. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg, doeg.